12:30 zijn wij er met Fox Sports vandaag. We zijn ook geweest bij Feyenoord, bij PSV. Dus veel te veel om op te noemen. Ja, drukke boel daar. Dankjewel, Ale. Dat was snel weer. Hè. Goed zo. Hij viel bijna weg even. Dat zag je niet, maar... Oh. Oh mijn god. Nee, dat moet je dan eens recht in mijn gezicht zeggen. Nee, hè? Nee, nee, niks daarvan. Dan moet je... Nee, absoluut niet. Ach man, sterft de dood op de Hondsbossenzee weer in mafkees. Ja, de groeten met je. Goed, zijn we al in de uitzending of... Mevrouw Diebertje, hallo? Hoort u mij, iemand? Is het hem of niet? Hoor ik iets? Hallo, mevrouw Diebertje. Sinterklaas? Bent u daar? Wie hoor ik nou? Hallo? Is dit Sinterklaas? Ja, hè? Het is hem echt, hè? Nee, oh, mijn god. Sinterklaas! Meneer Wilfred? Ja. Ah, oh, Jezus Christus. Wat is dit allemaal? Oh, hij is echt. Nee. Oh, krijg nou de kleren. Nee. Hallo. 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 Jij? Hallo. 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 Wie ben jij? Hallo. Tussenin. Stop even met het geklap als je nu wil. Dat gek van. Wie ben jij? Jordi. Ja, maak maakt wel hoor uit. Waar kom je vandaan? Waar kom je vandaan? Tilburg. Wel dat pokkenend hier naartoe gereden. Dat is hier. Dat doet toch normaal, man. Denk een beetje na, maar goed. Hallo. Daar. Hallo. Ja, jou ken ik. Hoe heet je ook weer? Mickey. Ja, Mickey. Waar heb je op de middelbare school gezeten, Mickey? Leiden. Ja, Leiden, ja. Weet je nog, de hele akkefietje in dat fietsenstalling? Nee, maar die is toen helemaal volledig uit elkaar getrokken op oude Batavus. Maar goed, hoeft niemand te weten, Mickey gezellig. Hallo. Dag, mannen. Nou ja, oh, meneer Johan. Sinterklaas. Dag. Denkt u een beetje aan het niveau waar wij hier gewend zijn? Dag. Sint. Hallo. Hey. Goedendag. Hallo, meneer René. Hallo, Sinterklaas. Hallo. Ja, lach maar. Hou eens even de staf vast. Kom. Doe het even. Hallo, meneer Wilfred. Dag, Sinterklaas. Hallo. Welkom. Ja, welkom. Ja, sorry voor dit entree, maar... Oh, ik stond te bellen met die kerstman net. Wat een lul stadje. Ze rendieren, vieze stinkbeesten. Nee, maar ook meneer René, de afgelopen dagen ook weer... Die zijkinderen. Sinterklaas, Sinterklaas. Ja, een pand op een houtvlot. Maar verzin is wat origineels. Okay. Hoe is het hier, mannen? Ah, meneer Johan, meneer Johan. Houd er eens op met die gekkigheid, meneer Johan. Alsjeblieft, zeg. Welke gekkigheid, ja, we hebben dat hele liedje ook moeten aanpassen nu. Hè? Dat is volledig veranderd. Niet te geloven, het kost klauwen met geld. Al die boekjes anders. Dat weet u toch wel? Nee. Ja, dat liedje van de, nu. Hij is van de trap gepleurd, hard gepleurd, zacht gepleurd. We hebben helemaal moeten aanpassen. Maar goed. Ah, meneer Valentijn, dat vind ik wel leuk, zeg. Ja, eindelijk eens even eindelijk van elkaar zien. Levende lijven, ja. Van de Ten Hag fanclub, hè, niet? Ja. Heel veel fanclubs, ja. Ach, Erik Ten Hag, ja. Als lelijkheid pijn zou doen, zat hij de hele dag onder de morfine. Zeg. Meneer Wilfred, hoe is het met u? Gaat goed. Ja? Ja. Volop in de voorbereiding voor Hendrik zeggen nee. Serie 3. Nee, maar alsjeblieft zeg, welke mafkees heeft daar toestemming? Dat geloof je toch niet? Dat directeurtje. Ja, die ja. Een lange schop onder zijn hol gegeven. Maar goed. Jongens, die kleine Basje Nijhuis, die zou hier ergens zijn. Hebben... Ja, daar zit hij, daar zit hij. Ah, dan kijk hem daar. Nou, wij hebben elkaar namelijk nog nooit gezien. Dat is toen wij vroeger bij de familie Nijhuis Sinterklaas vierden. Dat was Basje altijd boven de kamer. Dat hij met zijn fluitje te spelen. Ja. En wie zijn dat? Wie zijn de dames? Die spelen nu met zijn fluitje. Oude smeerpijp. Ah, goed, jongens. Kijk, al de stress. Hè? Ben ik vorig jaar toch ook geweest, of niet? Ja, ja. Ja, toen dat was, denk ik, zo'n 180, 190 kilo. Hè? Nog iets minder dan meneer Jan. En nu moet je kijken. Vel over been.
Die is niet meer van me. Nee. Goed. Hoe is het nou, jongens? Vertel eens. Het gaat hartstikke goed. Ja? We zijn nog steeds bevriend met elkaar, toch? Of? Ja, we hebben nog geen incidenten gehad. Dus ja, nog niet om. Nee. Nee. Maar nee, we hebben nog geen hulptroepen ons weer uit elkaar hoeven halen. Geen mailtjes gehad? Geen mailtjes? Nee. Slappe hap? Ja. Nou, nee. Hoe is het met meneer John? Meneer John? Meneer John. Hoe gaat dat? Dat gaat uitstekend. Ja. Meneer John die bemoeit zich nergens mee. En dat heeft Wilfred keurig in het contract op laten nemen dat hij zich nergens mee mag bemoeien. Ja, dus ze zijn heel tevreden over meneer John. Ja. Maar ja, volgend jaar heb je iemand bij, hè? Volgend jaar? Ja. Wie dan? Ja, die Ronald Molendijk, die hebben ze genomen voor als veegpiet met jou mee te krijgen. Ja, perfect. Hij was hier in de coulissen, maar hij deed er niet mee. Waarvoor ze hem genomen hebben. Hij deed er niet mee vanavond. Oké. Okay. Nee, maar dat komt toch. Maar dan, moet Sinterklaas ook leren disjockey, hè? Ja, daarna. Komt helemaal goed. Geen probleem. Jongens, ik heb wat cadeautjes meegenomen, zoals altijd. Maar kijken we even naar een filmpje eens, toch? Hoe het gegaan is afgelopen jaar. Ja. Even kijken. Kom maar op. Emma Wortelboer. Emma Wortelboer? Een hysterische bakvis. Kijk er, ja! Als die klaarkomt, breekt ze door de geluidsbarrière. Twee patiënten, daar is het minder mee, die zijn met het vogelgriepvirus. En die worden 's ochtends fluitend wakker. Dat schijnt minder te zijn. Nou ja. Die worden wakker. René. Daar is hij mee gestopt. En Simon Mulder dan nog even, die heeft ook een wedstrijd gefloten. Absoluut de slechtste scheidsrechter. Die moet meteen afgevoerd worden. Ja. Als die naar een winkel gaat, zo'n zwart pak kopen weer, weigeren. Zeg je dat uit de kop. En dat balletje uit zijn fluitje halen. Stiekem. Misschien kunnen we hem als therapie een blokfluit geven. Dan zie ik de plaatsen links buiten, die zie ik met bejaarden handje komen. Of zwaar invalide. Ja, zal me nog gebeuren, zegt dat ze hand in hand met homo's en Marokkanen het veld komen. Ik ben voor de homo's. Ik heb nog nooit iets naast gezegd over homo's. En die homo's die moeten dus een voorbeeld nemen aan onze vrouwelijke voetballers. Dat Nederland zelf al. 8 lesbische wijven en een verbouwde jongen. Ja, dat zijn niemand. Rob de tuinman, en die ken je ook al niet. Hij deed heel wat tuinen, kan ik je melden. Ja. Maar niet alleen zijn. Nee. Dat was niet rubberen, Robbie, want voor die twist had hij HIV. Gordon is natuurlijk gewend om iemand in zijn reet te kruipen. Dat deed hij nu bij John de Mol. Gordon is overgestapt voor hem. Ja. Wij niet. Nee, terwijl... Als bij mij dat maandsalaris door de bus komt en die envelop valt op een hond, heb je net zijn schudding. Onder uw leiding, hè? Ja, ik houd niet altijd in de... Alleen op de vegetariërs en de kleurenblinden, en dan zijn we hier echt af. Maar goed, jongens, ik wil gauw naar huis. Ik heb wat cadeautjes meegenomen, eens even kijken. Dit is voor meneer Johan. Dit is een... de trap af. Dus even kijken, dit is voor... Ah, die is voor meneer René. Meneer René, u gaat het theater in, heb ik begrepen. Ja. Kijk eens, dit is even een mooie kaart van Rotterdam. Met de aanduiding van Ahoy. Dank die u wel. Gaat voorover, alstublieft. Eens even kijken wat ik allemaal... Ik heb allemaal dit, wat is dit? Oh ja, dit is ook voor meneer Johan. Dit is ook wel aardig misschien. Als een vliesdeken, omdat het nu koud wordt op uw leeftijd. Eens even kijken of ik een goed oog hou. Dat is mevrouw Lussen. Meneer Johan, alstublieft. Eens even kijken wat ik allemaal in de zak heb zitten, want het is zoveel allemaal. Eens even kijken. Dit is een vriendenboekje. Dat is voor meneer Wilfred. Kijk eens even aan. Dan heb ik hier nog. Eens even kijken. Oh ja, die is natuurlijk niet vanavond, maar kunnen jullie dus misschien voor meneer Dikkie. Dat is een klein opstaptrapje. De kastjes waren helemaal. Was die gaan pinnen? Eens even kijken hoor. Oh, dit is ook wel een mooie. Die is voor meneer Jan. Dat is een mooi Feyenoord shirt. Met even kijken. Feyenoord. Die geven we hem. Alsjeblieft. Eens even kijken wat we nog meer hebben. Eens even kijken. Dat is allemaal zoveel spulletjes. Die is voor meneer Valentijn. Dat is een flesje azijn. Alsjeblieft. Even kijken. Wat er allemaal in de zak zit. Dit is, even kijken.
rijmwoordenboekje. Dat is ook voor meneer Wilfred, voor de liedjeschrijverij waar u mee bezig bent. Hartstikke leuk. Dit is, eens even kijken, anti-rimpelcreme voor meneer Hansje, alstublieft. En dan heb ik hier tenslotte nog de laatste. Oh ja, die is ook voor meneer Johan. Dat is een enkeltje naar Turkije. Goed mannen. Tot kijk. We gaan er weer vandoor. Dag, dank u wel, Sinterklaas. Tot ziens. Dag, meneer René. Tot ziens, Sinterklaas. 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 Is het top? Ja, het blijft er altijd een feest, hè, als je even is geweest. Ja, ja, toch? Ja, ja. Toch, toch uniek dat onze baas zo kleurrijk is dat hij dit soort dingen doet. Ja. Met de nodige zelfspot. Ja. Ja, was dit onze baas? Dit? Ja. Volgens mij herkende ik hem. Ja? Hij leek er wel op, hè? Ja. Ja. Ik dacht dat je op vakantie was, dat je zei. Maar ja, gewoon, dat zei hij tegen mij, maar dat heeft hij dan gezegd natuurlijk om te verrassen. Ja. Maar Sinterklaas is stevig afgevallen. Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel!